Hi, Maurice van Lunen Lifestyle Balance hier. En in deze video ga ik jou van alles vertellen over een goede en effectieve deadlift. Het is heel erg belangrijk om te snappen wat je eigenlijk aan het doen bent bij een oefening. Zo heb ik dat de vorige keer bij de squat uitgelegd. En ga ik het nu dus van de deadlift doen. Waarbij we bij de squat heel erg dominant door de knieën heen aan het buigen waren, willen we bij de deadlift veel meer door de heupen heen buigen. Het blijft natuurlijk altijd een combinatie van knie- en heupbuiger, maar je moet wel weten waar het accent ligt. Het is dus bij de deadlift vooral heupbuiger. Waar ik vaak met mensen mee begin, is dus om een good morning variant te doen. Om eerst eens door te krijgen, oké, hier moet ik doorheen gaan buigen. Hoe beweegt mijn lichaam nu eigenlijk? En als we dat door hebben, dan gaan we door naar de volgende stap. En dat zijn de deadlift varianten. Persoonlijk begin ik vaak met een stiff leg of een Romanian deadlift. En waarom? Die focussen vooral op het uitklokken en het bovenste gedeelte van de deadlift. En dan zijn ze dus nog meer bewust waar ze mee bezig zijn voordat ze überhaupt een professional deadlift van de vloer af gaan doen. Want daarbij willen mensen weer vaak in die valkuil gaan stappen. Om weer heel veel kniebuiging te laten zien. Nou, dat kan ik je wel laten zien. Dus wat mensen dan doen, ze gaan zitten, heel diep, zoals een squat. En dan staan ze op. Nou, doordat ik nu heel erg diep aan het zitten was en heel veel kniebuiging maakte, is het heel moeilijk om mijn rug recht te houden. Dus dat wil je vaak niet. Als we dus die Romanian deadlift of een stiff leg deadlift doen, dan focussen we dus niet op het terugzetten op de grond, op het laatste deel. Behalve dus als je hem als eerste rep moet pakken, maar dat kan ook vanuit een rek. Schouderbladen naar achter, borst vooruit, de staanklijn over de benen, binnen naar achter, onder de knie en naar boven. Uiteraard doen we dat eerst met de stang. Ik heb hem nu eventjes met de schijf erop, omdat ik zometeen ook de conventional deadlift wil laten zien. Maar zo zag je, ik was heel erg bezig met voorover buigen en omhoog komen. Nou, wat zijn nou de cues bij die deadlift? Dus wat is nou belangrijk waar je op moet letten? Je wil eigenlijk een vlakke ondergrond hebben, dus eigenlijk ook vlakke zolen. Dus dit kunnen all-stars zijn. Op dit moment heb ik gewoon Nike's aan. Maar het gewicht is niet zo zwaar, dus maakt het niet zo heel veel uit. Maar wil je echt serieus deadliften, dan kun je beter op echt hele platte schoenen gaan staan. Vervolgens weten we dus, oké, we willen heupbuigen. Maar we moeten er ook heel erg bewust van zijn dat ons bovenlichaam ook een hele actieve rol heeft. En vooral bij die conventional deadlift. Dus wat je gaat doen, is je gaat ongeveer op schouderbreedte staan, dus niet zo heel erg breed. Je wil dat de stang over het midden van je voet heen valt. Dan is het super belangrijk dat je weer, net zoals bij het bankdrukken, die schouders op de plek zet. Dus activeert en nog belangrijker op de plek houdt. Dus gedurende de hele lift blijven die schouders erachter staan. Pak je stang vast, schouders naar achter, flink ademhalen, trek je hem omhoog. Wat je niet wil, is overstrekken, dus je wil mooi recht uitkomen. Dat recht uitkomen, dat kun je vooral echt gaan helpen door je billen goed aan te spannen. Als je billen goed strak staan en aangespannen staat, dan heb je minder kans dat je helemaal door gaat hangen. Stap één keertje, je gaat staan, schouderbreedte, stang over het midden van je voet heen. Je zorgt ervoor dat je vooral door je heup gaat en nu dus een klein beetje door je knie. Je kijkt altijd neutraal, dus gewoon naar voren.
uitlokken. En dat was hem. Nou, dit was een video over de deadlift. Vond je dit nou leuk? Like, deel en abonneer. Geef ook een leuke reactie als je wil. En dan zie ik jou snel in de volgende video.